Als je niet bent geweest, heb je echt iets gemist. Een hele belangrijke en ik zeg historische dag. Dinxperlo stond afgelopen weekend samen met de Duitse buurtplaats Zuiderwijk in het teken van de grensoverschrijdende Dinxperience. Op de dag dat Nederland door het buurland werd aangewezen als risicogebied in verband met de coronasituatie, gaven 45 artiesten met honderden bezoekers optredens over het gezamenlijke verleden. We zijn hier op historische grond. Dinxperlo en Zuiderwijk zijn al eeuwenlang met elkaar verbonden. We hebben een heel bijzonder programma gemaakt vandaag om dat te vieren. Vorig jaar zou het 75 jaar vrijheid zijn. Nou ja, dat is dus niet helemaal gelukt om dat met z'n allen te vieren. Maar vandaag, dit weekend op deze 18e juli, deze schitterende 18e juli, werken alle weergoden mee. En ook de autoriteiten hebben ons toestemming gegeven om dit te organiseren. Dus het is waanzinnig mooi dat we vandaag met meer dan 1000 mensen dit allemaal kunnen meemaken. Echt heel bijzonder. Meer dan 40 verschillende artiesten, waaronder Laura van Kaam en Hans Keuper, gaven voorstellingen tijdens Dinxperience. Daarbij werd vooral ingegaan op de beleving van de grens, legt Rezi Overgoor-Rekswinkel uit. Ik heb gewoon wat herinneringen opgehaald en wat anekdotes verteld over mijn eigen leven in het dialect, waar ik zelf heel graag spreek. En het heeft allemaal te maken met de grens, met de geurten hier in Dinxperwijk, zal ik maar zeggen. En het gaat natuurlijk niet alleen over Dinxperlo, maar ook over Zuiderwijk, want dat is eigenlijk onze tweelingpartner. En vandaar dat grensoverschrijdende is gekomen. En ik denk dat het uniek is. Ik weet eigenlijk geen ander festival of evenement dat op deze manier georganiseerd is. En zeker op de plek hoe we dat hier hebben gedaan vandaag. Ja, ik ben wel super trots eigenlijk dat dit allemaal zo gelukt is. Waar de grens jarenlang nauwelijks gevoeld werd, is dat door de coronacrisis veranderd. Dat merkte Schellevis bij de organisatie van Dinxperience. De vergunningverlening in Aalt is op een heel andere manier tot stand gekomen dan de toestemming uit Bocholt. Maar ze hebben allemaal wel op hun manier gekeken naar, kan dit volgens onze wetgeving? Beiden hebben uiteindelijk volmondig gezegd, dit zien we zitten. En ook het publiek wat jullie aantrekken, ja, dat past gewoon bij zo'n beleving als we vandaag doen. En ja, ik zie overal blije gezichten. Ik word er zelf echt hartstikke blij van. Overgoor-Rekswinkel was in ieder geval blij dat zij naar haar eigen voorstelling ook bij andere artiesten kon gaan kijken. Ik mag natuurlijk overal gratis naar binnen, maar ik ga zeker nog naar wat andere dingen kijken. Naar Rocco ga ik zeker heen en Hans Kuppen is hier ook nog op het lijstje. Dus ik heb helemaal goed.